We zetten het neer, kijken wat er gebeurt, praten met de mensen, wat zeggen ze. Luisteren, we kijken en iedere keer voegen we een klein onderdeel toe. Ja. En zo hopen we dat het volgend jaar uitgerold kan worden over heel Den Haag. Ja. Met de juiste financiën. Ja, dat is een goed idee. Ja, ik vind het ook leuk om te zien hoe iedereen er gewoon gebruik van maakt zonder dat ze weten wat het eigenlijk verdient. Je ziet gewoon mensen dat ze er van genieten. We were just saying how it would be nice to have some chairs in the park and then all of a sudden they were there. Arrived. Like an angel. Dus je wil eigenlijk de mooie plekken als parels aan elkaar rijgen. En als je een kleine toevoeging doet, bijvoorbeeld door middel van deze strandstoelen, dan wordt dat visueel heel herkenbaar ook op beeld. En zo werk je op een hele gastvrije, met minimale middelen, aan een prettigere leefomgeving en een herkenbaarder beeld van je stad. Als je dit toevertrouwt aan de mensen, dan nemen ze de verantwoordelijkheid. Veel mensen hebben bijvoorbeeld geen eigen buitenruimte in de stad. Dus die kunnen dit eigenlijk als hun tuin beschouwen. Ik kom hier heel regelmatig in de zomer. Ja, in de winter wat minder, want dan is het gewoon geen mooi weer. Maar als het mooi weer is, dan ben ik hier graag, want ik heb geen tuin. Ja. Dus dan is de paleistuin daar eigenlijk perfect voor. Heel fijn dat die zo hier staan en weer even op kunnen neerploffen. Ja, toch? Het zou heerlijk zijn. Heerlijk, hè? Ja hoor, zeker. Ze zitten lekker en het ziet er gezellig uit. En om het op een goede manier te gebruiken met respect voor het groen en om het ook te gebruiken om elkaar te ontmoeten, is zo'n stoelenproject een fantastisch goed idee. Maar ook de gemeente vindt het belangrijk om te laten zien dat we dit soort initiatieven heel erg waarderen. Als je een foto ziet met een park, dan weet je niet waar het park is. Als je een foto ziet met een park met deze strandstoel, dan weet je dat het Den Haag is.